Hey, hallo. Leuk dat je kijkt naar deze video van gamevideos.nl. Vandaag heb ik 5 tips en tricks voor de Sims 4 eilandleven. Het leven op Sulani is niet altijd genieten en relaxen. Daarom geef ik je vandaag 5 tips en tricks om het leven van je Sims een stuk makkelijker te maken. De eerste tip: transformeer je eiland. Sulani heeft een welzijnstatus. Althans, Mu'apalam. Dat eiland is ongerept door de mens. Je kunt er geweldig snorkelen en het eiland zit vol secrets. Maar het is ook mogelijk om de uitstraling van dat eiland te veranderen. Elke keer dat een sim iets doet dat de welzijn van het eiland ten goede komt, gaat de welzijn omhoog. Om dit te kunnen doen, moet je je sims geregeld tussen het zand laten zoeken naar afval. Soms ligt het afval gewoon zo op het strand. Als je dit weghaalt, komt dit de welzijn van Mu'apalam ten goede. Uiteindelijk transformeert het eiland van normale bosjes en bomen naar bloeiende bloemen en kleurige bosjes. Tip nummer 2: niet spelen met de lavastenen. Oké, deze tip ligt een beetje voor de hand, maar toch is het goed om hem even te melden. Soms wil de vulkaan op Mu'apalam nog wel eens wat lavastenen uitspugen. Awesome, maar heel heet. Raak ze dus niet aan, anders... Komt magere hein op bezoek. Nummer 3. Snorkelen en duiken. Snorkelen en duiken is een prima dagbesteding. Zo train je nog wat bij en heb je kans om bijzondere stenen en schelpen te vinden. Om te kunnen snorkelen of duiken moet je zoeken naar een boei. Vaak liggen deze op een kleine afstand van het eiland. Het strand van Oan Ali is een prima plek om lekker te snorkelen. Duiken kun je even buiten de kust van Mu'apalam doen. Bij deze boeien kun je ook je duikuitrusting samenstellen. Maar er zit wel een andertje onder het gras. Je moet niveau 3 van fitheid bereikt hebben. Als je dat bereikt hebt, is het simpel. Klik op de boei en begin met duiken. Tip nummer 4: zwemmen met dolfijnen. Zwemmen met dolfijnen is een stuk moeilijker dan je denkt. Althans, het vinden van de dolfijnen. Het is een kwestie van geluk. Je moet op zoek gaan naar een boei waar een heleboel vissen omheen zwemmen. Vaak ben je daar alleen al even zoet mee. De meeste kans maak je op het strand van Lani Sintas. Daar zijn de meeste boeien. Zodra je de dolfijnen gevonden hebt, kun je ze oproepen. Je kan dan met de dolfijn praten, kunstjes doen en je kan hem voeren. Het gaat een stuk makkelijker als je een zeemeermin bent. Maar ja, niet iedereen is een zeemeermin. Zeemeerminnen kunnen overal waar ze willen dolfijnen oproepen en ze zelfs een naam geven. Dat brengt ons op het volgende onderwerp. Zeemeerminnen. Een zeemeermin, dat ben je vanaf je geboorte. Maar ben je niet geboren en getogen als een zeemeermin, dan is er altijd nog een manier om toch zeemeermin te worden. Om een zeemeermin te worden, moet je naar het eiland Mu'apalam. Daar bevindt zich de geheime grot. In deze geheime grot bevindt zich meerminwier. Het middel om je sims om te toveren in een zeemeermin. Laat je sims op verkenning gaan en blijf proberen tot het middeltje wordt toegevoegd aan je inventaris. Zodra je het hebt, hoef je het alleen nog maar te eten. En voilà, je bent een zeemeermin. Zeemeerminnen hebben speciale krachten. Ze kunnen bijvoorbeeld dolfijnen oproepen waar en wanneer ze willen. Maar ook het weer veranderen. Gooi dat bed maar weg, want zeemeerminnen slapen en leven in het water samen met de vissen. Leuk dat je keek naar deze video van gamevideos.nl. Meer gameplay video's, tips en tricks en trailers vind je op gamevideos.nl.